Het duurzame nieuws van dinsdag 17 juli in 3 keer 30 seconden. Met vandaag een speciale zomereditie. Met nieuws over de Olympische Spelen, de tropische eilanden Tokelau en het Vaticaan. Mijn naam is Jantien van der Laan. De Olympische Spelen zijn inmiddels van start. Op een groene manier. Kikkers en vogels zijn verhuisd, stadions werden duurzaam gebouwd en het eten is voornamelijk biologisch. Helaas zijn niet alle doelstellingen bereikt. Zo komt slechts 9 in plaats van de beoogde 20% van de energie uit zonnepanelen. Dus de titel voor Groenste Spelen Ooit gaat nog altijd naar het Athene van 1896. Wil je nog met vakantie? Ga dan naar de tropische Tokelau-eilanden. Dit is namelijk het eerste land dat volledig zal draaien op zonne-energie. Ruim 4000 zonnepanelen zorgen voor volledige energievoorziening van de 1400 inwoners. Het enige vervuilende wat er nog het staatje wordt ingevoerd is een klein beetje diesel voor de 3 auto's die het land telt. Het Vaticaan roept toeristen op om ook op vakantie zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo staat in een rapport van de Vaticaanse Raad. Inmiddels neemt toerisme 5% van alle uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Vakantie is echter geen excuus om duurzaamheid in het milieu te laten vallen, vindt de Raad. Dit waren de duurzame highlights voor deze zomer. In september zijn we weer terug, maar volg ons in de tussentijd op Facebook en Twitter. En luister iedere zaterdag naar onze hoofdredacteur in BNR Duurzaam. En kijk natuurlijk voor het laatste nieuws op duurzaamdrijfleven.nl. Fijne zomer!